Leuk dat je kijkt naar een nieuwe gastrol van mij hier op dit kanaal. Op de achtergrond gameplay zien jullie 100 kills gameplay, precies 100 kills. Ik kan het niet helemaal zien, dat is gewoon 13 minuten lang. En dat wordt op een gegeven moment gewoon oude gelul aan het einde. En dat moeten we niet hebben. Als eerste wil natuurlijk Fish ontzettend bedankt dat we deze gastrol mag gaan doen. Dat is natuurlijk weer een leuke zet naar mijn kanaal toe. Om meer mensen blij te maken met mijn video's. Misschien kennen jullie mij al. Ik heb een tijd geleden ook een gastrol gedaan van hoe overleef je in de middelbare school. Maar er is flink wat veranderd op mijn kanaal. Dus ik laat even 10 seconden ga ik het even over hebben wie ik ben. En daarna gaan we het natuurlijk over het onderwerp hebben van 4 returning maps. In Black Ops 3. Maar eerst over mij. Ik ben Riley, 17 jaar. En doe al een jaar en een maand aan YouTube. Dus is al flink wat ervaring eigenlijk. Dus ik ben al een tijdje bezig. Maar mijn kanaal draait volledig om Call of Duty en GTA. En dan vooral informatievideo's. Zoals deze. DLC's. En al dat gedoe. Dus als je het interesseert, ik heb altijd dezelfde dag als er een DLC uit is, update, dezelfde dag staat er alweer een video online. Wat dan me inhoudt, is ook best wel leerzaam. Dus gaan we gelijk door naar het onderwerp. 4 returning maps in Call of Duty Black Ops 3. Zoals jullie weten, als je het niet weet, dan weet je zo meteen, komen er 4 DLC's uit dit jaar. Wanneer, dat weten we niet. De eerste is in februari. Op PlayStation 4. Is me gewoon natuurlijk een maandje langer wachten dit keer. Haha. Maar in ieder geval. 4 returning maps. Zoals jullie weten is de eerste DLC map pack al aangekondigd. En daar zit natuurlijk Hijacked in. Dus Hijacked, ofwel Skyjacked, is natuurlijk al geconfirmed dat die terugkomt in Black Ops 3. Hij is inderdaad al best veel anders. Het is nou niet meer geen boot, maar het is nou een vliegende drone natuurlijk. Maar ik denk dat jullie allemaal al wel weten wat het allemaal inhoudt. Dus we gaan niet altijd veel over Hijacked praten. Maar nog 3 maps moeten er natuurlijk terugkomen. En welke 3 maps dat zijn, dat weet ik niet. Maar ik ga een beetje kijken welke maps zijn populair. En welke maps kunnen er terugkomen. Niet alle maps zijn goed voor Trisjump. En natuurlijk World War maps kunnen terugkomen of Black Ops 2 maps. Dus nog goed nadenken. De eerste map die ik in gedachten had, buiten Hijacked om, was Dome van World at War. Nu denk ik allemaal, Dome, dat is toch MW3? Riley, Nee. Natuurlijk, Dome heeft ook, MW3 heeft ook Dome. Alleen World at War heeft dat ook. Dat was een heel populaire map. En aangezien ze zeiden, World at War komt ook terug, aantal maps. Dat gelijk aan bam, Dome. Als die terugkomt, dan wordt het ook hartstikke ziek. Dus die moet terugkomen. De volgende map die ik in gedachten had, was van Black Ops 2. En dat is natuurlijk Raid. Ik kan het amper uitspreken. Maar eenmaal die map, denk ik echt, als die terugkomt, die komt sowieso terug. Als die niet terugkomt, weet ik het zelf ook niet meer. Want ja, die is zo ziek als die terugkomt, ongelooflijk. Dat is een hele beroemde map, nog steeds. En Hijacked ook. En ik denk dat het terug kan komen aangezien mijn Nuketown ook van die glazen muren. Hier links van je beeld zie je glazen muren. Waar je natuurlijk tegenaan kan lopen. En de officiële Nuketown is hier niet. Dus in Raid, ik had uit, sorry, ik vond mijn slechte Engels. Maar dan kunnen ze ook natuurlijk glazen muren gaan plaatsen. Zodat het toch mogelijk is om toch te walrunnen. Want daar moest natuurlijk wel inhouden. Anders natuurlijk geen Black Ops map meer natuurlijk. Dus dat sowieso. De volgende map. En dat is Slums. Ja, jullie kennen allemaal Slums wel. In, hoe heet dat? Panama Town of zo heet dat. Dan zag je links boven in beeld. Zag het altijd in beeld staan. Ja, die moet ook terugkomen, vind ik. Echt waar, als die terugkomt, dan ja, dat zou echt helemaal top zijn gewoon. En als bonus, en dat is een beetje een twijfel, want ik twijfelde tussen Slums en Standoff. En Standoff, ja, dat is ook een map
Die ken je allemaal wel. Dat is gewoon perfecte map voor Black Ops 3. Je kan er heel goed in je muur aan lopen als je een beetje fatsoenlijk gaat kijken. Je moet echt die map gewoon even in je hoofd houden. En nadenken kan je er tegenaan lopen. Kan je de trustjump aan toevoegen. Dat is heel belangrijk. Maar laat in ieder geval in de comments achter wat jullie denken dat het terugkomt. Laat een beetje discussie gaan weer houden. Waarom denk je, slums terugkomen, dat kan helemaal niet. Laat in de comments achter. Zodat ik met jou een discussie aan kan gaan. Of denk je van, ja, die komt helemaal niet terug, maar Aftermath, die moet terugkomen, want jouw argument natuurlijk. Dus waarom moeten de maps die jullie in je hoofd hebben terugkomen? Laat dat een beetje discussie gaan houden. In ieder geval, de gastrol zit er al op. Het is niet de volledige gameplay dat ik aan het begin zei, want nou 5 minuten zitten we ongeveer. Als wordt echt oude lul. Gelul heel tijd, dat is een beetje saai natuurlijk. Dus in ieder geval, wat zullen we doen? 100 likes, vind je het wel normaal als op dit kanaal. Ik weet niet of het normaal of wel likes op dit kanaal altijd is. Maar 100 likes zou mooi zijn voor Fish natuurlijk. Nog een keer, Chris, bedankt voor deze gastrol. Hartstikke top voor de tweede keer. Echt, echt bedankt. Kijkers, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie binnenkort op mijn kanaal zien. En anders misschien ooit weer een keer op dit kanaal. Dat kan natuurlijk ook. Als Chris dat goed vindt, dan komt het vast wel weer een keer goed. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet die like niet te droppen. En dan zie ik jullie hopelijk op mijn kanaal. Later, hè.